goed. Oh. En dan gaan we... Op dit moment is het dus... ja, de stand is 9000, 7000. Dat betekent, we hebben een vraagje voor 7000 frank. Nu moet het gaan gebeuren. Roos Marij, ben je klaar? Lieve Gunther, daar gaan we. Een eigen reportage. Dat doen we steeds meer en meer. Dan gaan we trouwens, het is nu voor de eerste keer dat je dat ziet. Maar we gaan nu, Chris van den Durpen liever, gaat gewoon op stap, op reportage. En daar komen dat soort dingen uit. Moet je even kijken. Meneer Geerts, u heeft een houten voorwerp in de hand. Er zitten 5 gaten in. Het is vrij stevig. Vertelt u er iets meer over? Ja, er zitten inderdaad 5 gaten in bovenaan. En ook vooraan is het volledig open. Mm-hmm. Het is een vrij stevige houten doos. Ja. Waar situeert u het ergens? Ik bedoel, welke periode? Wel, het werd zeker einde vorige eeuw, begin deze eeuw, werd het gebruikt. Zo. Kijk eens, dames en heren, dat is een nieuwigheid voor dit seizoen. Wij gaan op stap en wij brengen de wetenswaardigheden zomaar bij u op de buis. U krijgt allemaal nieuwe dingen te zien dit seizoen. Onder meer dit apparaat, nog nooit gezien in mijn leven. Sjaak wel, die weet er van alles over te vertellen. Want wat is het, Sjaak? We zagen dus meneer Geerts. Meneer Geerts praat over het krokettenmachine. U hebt krokettenmachine met 5, 6, 7 en 12 gaten. Wat gebeurt er nu? Vroeger, het is dus hier gefilmd in het Kempis Museum. Nee. De gestampte patatten, dat was nog voor de geplette aardappelen van u. Dat waren inderdaad gestampte patatten. Die werden erin gedaan. Gestampt. En gestampt dus. Gestampt, ja. Dus, ah ja. Je moet ze erin stampen, hè, Jan? Anders zijn het geen gestampte patatten. Anders zijn geen gestampte patatten, natuurlijk. Ik, ja, ja. We geven ook nog geplette patatten, maar ja, daar gaan we het volgende week over hebben, Jan. Als jij er niet meer zult inzitten. Dus dat zijn dus gestampte patatten en die komen, die patatten, door die gaatjes. Je moet daar geen paneermeel bij doen, nee. Door de druk zijn dat kroketten. Nu kunt je ook dikke kroketten doen. Dan moet je de gestampte patatten tussen de... door de 5 kleine gaatjes doen, heb je een dikke kroket. Maar dat is niet interessant. Het gaat dus één voor de fijne kroketten. Krokettenmachine. Draai gewoon het ding op. Dus het is een kroketmachine volgens Jacques Vermeire. Jan, wat ja, is het? Jacques moet dringend naar krokant, want daar zou hij op zijn plaats zijn, denk ik. Hè? Afdeling kroketten in krokant. Zou ik zou zeer... Daar zou wij eigenlijk op zijn plaats zijn, ja. Nee, de 5 gaten die men duidelijk zag, wijzen al op wat ik nu ga vertellen. Het heeft iets te maken met een latere evolutie, mm-hmm, de bowlingbal. Ja. Het is niet meteen een bal, want het is vierkant. Zoals is zelfs, beetje... zelfs Jacques heeft dat gezien, denk ik dat het vierkant was. Toch een beetje een belachelijke opmerking, zeg. Ja. Ik maar goed, benieuwd dat je nu aan de slag gaat redden. Ja, maar laat me even uitpraten. De start was niet goed, Jan. Hij onderbreekt ja, dat weer, hè. Ja, ja. Maar goed, dus de 5 vingers in de 5 gaten. Oppakken. Ja, ik volg, ja. Kun je volgen? Oppakken. Rustig, Jan. Goed ja, vasthouden. Ja. Niet alle 5 vingers, hè. 4 van de 5. 1 vingertje een beetje loslaten. En van je neus te peuteren. Doe dat even door, ja, ja, juist. Ja. Ja, zo, ja. Dan een beetje draaien. Een beetje draaien. Draaien en hop. Hè? Doe maar. En de mensen ja, gaan dat geloven. Ja, nee, het is inderdaad niet waar. Oh, oh, nee. Maar het is in elk geval een voorloper van zoiets. Men speelde met dit soort toestel petanque op het ijs. Men schoof het over het ijs en is niet juist? Het doosje werd over het ijs geschoven. Ja, kunnen. Tot bij een klein doosje. Maar Jacques begrijpt het niet helemaal. Tot bij een kleiner doosje, dat kreeg een duwtje, liep verder en zat men het spel. Met andere woorden, het is eigenlijk een onderdeel volgens Jan van Rompuy van een oud Kempisch spel. Ja, in de winter uiteraard, bekeken, op het ijs. Inderdaad, ja. Felice Damiano komt uit meer zonnige oorden. Zie, zie. Nochtans is het een voorwerp wat in de familie van Damiano nog thuis is. Heren, ja, ik hoef jullie te vertellen dat de last van zweetvoeten zeer irritant kan zijn. Ik heb dat geroken in de kleedkamer. U weet dat van het spel, hè? We hebben nog 3-4 keer moeten spuiten. Felice, deze schoenen uit. Terug een beetje. Voilà. En, we gaan het Amerikaans theater moeten afbreken, beste. Dat is dus iets wat in de familie zit. Ja. En dat heeft te maken dus met mijn moeder. Omdat, je hebt ze ooit gezien, de mama met haar been. Ja, een schitterende vrouw. Ja. Die heeft nog zo'n apparaatje, zo'n doosje. En als het winter wordt, is het bij ons thuis niet uit te houden. Want die van mij, dat gaat nog, maar die van haar, dat is 2 keer zo erg. Nu, wat gebeurt er? Zij zet haar voeten op dus dat kleine doosje met die 5 gaten in. En daar worden dan warme kolen in gedaan. En dat is voor haar voeten dus te verwarmen. Hey, in bed heb je van die plastieke, grote platte condooms die ze gebruiken. Ja, ja, ja. He, voor de... Maar dus, zij doet dat met haar voeten. Het is een soort stoofje voor de voeten. Ja. Ik moet zeggen,
Als ik er iemand plezier mee kan doen, kom het halen, want het is echt niet leuk. Enfin, zij vinden het heel plezant, maar ik kan er niet tegen. Absoluut niet. Na elkaar, Jacques Vermeijden, die zegt dat het een kroketmachine is. Volgens Jan van Rompuy is het een ijsspel, een onderdeel althans ervan. En volgens Felice Damiano is het een voetstof. Jacques, dat zijn de drie mogelijkheden. Roosmarijn, Gunther, moet gokken. Roosmarijn, wat denk je? Ik weet het niet. En wat doen ze? Jij gaat naar de voetstof. Jij gaat naar de voetstof. En Jan, dat is voor jou, hè? Petanque, ja. Je gaat naar dat spel ja. Op het ijs. Het is ontzettend spannend. 2000 frank verschil. We gaan even kijken. Meneer Geest, waar werd dit voorwerp nu uiteindelijk voor gebruikt? Wel, deze houten doos is een voetstofje. Ja. Een immens geluid stijgt op hier in het Amerikaanse theater. En ja, een vat wordt er weer al geroepen. Dat is studententaal natuurlijk, maar dat gaan we zo meteen zien. In elk geval, Gunther, je hebt het gemerkt, hè? Helaas, ja. Je bent er helaas niet in de eindronde, maar betekent toch de drie wijze ster voor jou meenemen. En Gunther, een chroniek van België, uitgegeven door verdeeld op de standaard uitgeverij. Gefeliciteerd. Dank u. Ja. En voor Roosmarijn gaan we even... Roosmarijn, het kunnen er dus 314.000 worden, dat weet je. Maar dan moet je goed opletten.